bij een nieuwe aflevering van mijn breipodcast. Ik ben Yvonne, ook al bekend als Knitting Inden. Ik heb een koffie vandaag in mijn breiwerken en een water in mijn vintage dough-egbert, volgens mij, beker. Welkom weer bij de nieuwe podcast aflevering. Oh ja, ik zal even mijn notities erbij, want mijn hoofd... Ik kan het niet meer. Ik kan het niet altijd meer uit mijn hoofd. Qua wat is het voor een aflevering vandaag? Het is vandaag Nederlands podcast aflevering 53. Filmpje 53. Ik heb natuurlijk al veel meer filmpjes opgeload. Maar ik tel de weekvlogs nooit. Ik tel het alleen maar de podcast aflevering. Nou, welkom weer als je terugkerende kijker bent. Maar ook welkom als je nieuw bent. Ik had weer een flink aantal nieuwe abonnees bij. En ja, helemaal leuk. Het is mistig en koud. Ik weet niet precies hoeveel graden het was vanmorgen. Ik heb eigenlijk even vergeten te kijken. Maar meestal als het mistig is, dan is het wel rond het vriespunt volgens mij. Misschien op mijn weerapp gisteren stond 2 graden. Nou ja, je slaapt heerlijk met deze koele nachten. Even een slokje koffie. Wat heb ik wat in mijn haar? Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Net gefeund, dat is een pluisje. Nou, ja, dus ik ga jullie weer vertellen waar ik allemaal aan gebreid heb de afgelopen 2 weken. Als je mijn weekvlog van vorige week hebt gezien, dan heb je gezien al een beetje hoe en wat. En ik ga jullie vertellen wat ik heb afgebreid. Ik ga proberen om minder Engelse woorden te gebruiken. Er was een hele lieve kijker. Ja, ik heb dat helemaal niet door. Ik doe dat gewoon altijd al. Mijn hele leven gebruik ik al veel Engelse woorden in mijn geklets. Maar goed, ik zal proberen om erop te letten. Ik ga niet garanderen dat het lukt. Maar ik heb dus 2 projecten afgerond en eentje daarvan is natuurlijk deze. Daar ga ik zo meteen meer over vertellen. Dat is de... Ik wilde de hele tijd zeggen Twists and Turns. Ik weet niet waarom. Dit is natuurlijk de Go-Go Dynamo Sjaal van Steven West. Dus daar ga ik jullie straks alles over vertellen. En ik heb nog een finished object, maar daar ga ik jullie ook zo meteen alles over vertellen. Maar ik wil eerst even kletsen, mijn koffie opdrinken en ja, wat heb ik gedaan de afgelopen week? Even denken, nou, donderdag kwam de weekvlog online. Toen dacht ik bij mezelf, laat ik verstandig zijn. Laat ik mijn huis een beetje gaan poetsen. Wc schoonmaken en dingen in huis doen. Want zaterdag ging ik met mijn vriendinnen naar Amsterdam. Heel leuke dag. Maar dat is altijd zeer intensief voor mij nu met die zere rug. Dus ik dacht, laat ik nou donderdag een beetje veel huishouding doen. Vrijdag een beetje rustig houden. Zodat ik zaterdag mee kan naar Amsterdam. Nou, dat is gelukt. De treinreis op zich is nooit geen probleem met zitten. Ja, het is super gezellig. We gaan al jaren vanaf dat onze jongste kinderen, die zijn nu bijna 21, op de kleuterschool zaten, gaan wij samen meestal 2 keer per jaar een dagje naar Amsterdam. Amsterdam is toch wel onze favoriet. We zijn ook wat naar andere steden geweest. Maar goed, Amsterdam, Albert Cuyp, dat is vaak wat we doen. Dus dat hebben we gedaan. Het was... prachtig weer. Oh ja, het was prachtig weer. Het was niet te koud, niet te warm. Het was echt 10 graden met zon. Ja, wat wil je nog meer? Het was gewoon een perfecte dag. En we gingen naar de Albert Cuyp. We hebben heel lang getwijfeld, gaan we naar de Noordermarkt. Maar dat bleek een beetje meer vintage markt te zijn. Of vind ik dat wel leuk. En mijn andere vriendin ook. Maar ja, als je voor kleding wil shoppen, dan is het misschien niet zo handig. Dus toen besloten we toch maar naar de Albert Cuyp te gaan. Maar de Albert Cuyp is niet meer wat het geweest is. Het is meer een eetmarkt nu. Overal eetkraampjes, heel veel stroopwafelkramen. Wel heel gezellig. Leuke cafeetjes. Oh ja, we wilden naar een cafeetje appeltaart met koffie drinken. Maar die man had zijn cafeetje verkocht. Het was nu een of andere Indische, nou ja, weet ik veel, hapjes. Dus we moesten op zoek naar een ander cafeetje waar we appeltaart konden eten. Nou, daar was ze gelukkig wel. Maar... ja, we waren er al vroeg en om 1 uur dacht ik, ja, ik heb het hier wel gezien. Maar we hadden nog maar 1 kant van de markt gehad. En toen dacht ik, nee, ik vind het echt, ik vind dit jammer van mijn tijd. Dus besloot ik toch om, dat vinden mijn vriendinnen ook altijd prima, om even mijn eigen plan te trekken en met de metro naar toch naar Steven en Penelope's te gaan.
Want ja, ik denk, daar word ik veel blijer van. Op deze markt vind ik niks wat ik leuk vind. Ik had ook geen zin om blousjes te kijken. Er was ook weinig kleding. Het kledingzaakje waar we heel vaak slagen, die was weg. Die vrouw had ook de boel verkocht. Ja, dus ik dacht, wat doe ik hier nog? Ik wil gewoon naar die wolwinkels. Daar heb ik in ieder geval wat leuks om te kijken. En daar word ik dan wel heel blij van. Dus ik ben naar Steven en Penelope's gegaan. Heerlijk, heel rustig rondgekeken in die winkel. Of ik daar wat gekocht heb of niet, dat vertel ik aan het eind. En ik heb intussen bij de HEMA gezeten aan de Nieuwe Dijk. Dat is, in die HEMA heb ik ook een keer gewerkt. 90 jaar HEMA was het toen. Ik zag dat de HEMA dit jaar 98 jaar bestaat. En toen heb ik daar een tijdje soort van gepauzeerd. Heb ik even lekker zitten breien. En toen ben ik alsnog naar de afstap gelopen. Want er was maar 600 meter vanaf de HEMA. Ik denk, ja, daar red ik nog wel. En dan ben ik daar ook nog geweest. Dus dat vertel ik jullie ook later. Of ik daar wat heb gekocht, ja of nee, als ik het niet vergeet. Dus leuke week, drukke week. Voel me beter. Qua geestelijk voel ik me beter. Na vorige week. Vorige week had ik echt een onwijze dip. Maar dat had ik jullie verteld. Dinsdag had ik een onwijze dip. Ik hoop niet dat ik dat nog binnenkort snel meemaak. Want ik heb dat eigenlijk nooit. Dus dat was wel een soort hormonale kwestie, zullen we maar zeggen. Maar goed, ik ben er weer. Ik slaap wel goed. Wel op tijd naar bed. 10 uur naar bed. Dus morgens om 6:30. 6:15 word ik eigenlijk op een natuurlijke wijze wakker. Dus dat gaat allemaal helemaal prima. Maar goed, ik ga nog eerst even wat vertellen over de advents. Adventstijd. Adventswap. Ik organiseer geen adventswap. Heel veel mensen vragen mij altijd al vrij vroeg in het jaar. Van, organiseer je weer een swap? Maar ik organiseer altijd alleen maar samen met iemand, en dat was vorig jaar Catharine Levensgenieten, de paaswolswap. Dat is de enige swap die ik leuk vind om te organiseren en die dan bij mij hoort, om het zo maar te zeggen. Maar de adventswaps heb ik nooit georganiseerd. Ik heb altijd gewoon meegedaan aan swaps. En wat ik eigenlijk hierover wil zeggen is dat mensen... Zij laten het heel vaak afhangen van of er iets georganiseerd wordt om zo'n swap te gaan doen. Sokkenwolswap met name. 24 of 20 bolletjes voor de adventperiode. Dus ik kreeg al vrij vroeg in dit jaar iemand die dat vroeg dus. Van organiseer je nog een swap? En toen zei ik nee, ik doe dat ook nooit. Het is die die dat doet. Maar wij kunnen wel afspreken met elkaar dat wij alvast gaan swappen. Dat ik voor jou maak en jij voor mij. En dat was met Marianne. Dus ik had al vrij vroeg in het jaar, had ik het gewoon zelf geregeld. Ik denk, ik ga niet wachten op een swap. Want de kans is natuurlijk ook, als jij in een swap meedoet waar je al vaker in mee hebt gedaan, dat je weer voor dezelfde persoon moet maken. Nou is dat niet zo heel erg, maar je hebt natuurlijk ook niet oneindig veel restjes dat je dan... He, dat je voor diezelfde persoon weer een ander pakket kunt maken. Snap je wat ik bedoel? Het is ook wel leuk om dan weer voor iemand anders te maken. En het voordeel als je het zelf regelt is dat je gewoon voor elkaar het kunt maken. Kun je afspraken maken van hoeveel bolletjes willen we? Wat gaan we erin doen? Vind je het belangrijk om heel veel poespas erbij in te doen of niet? Nou, toen had ik deze zomer regelmatig contact heb ik met Truida Baas op Instagram. Wel bekend van de ontmoetdag, daar ken ik haar natuurlijk ook van. En toen hadden wij het ook over, oh leuk, en ik heb nu al zin. Truida zegt, ik vind kerst nooit leuk, maar sinds ik mee heb gedaan vorig jaar die swap, vond ik de hele maand december gewoon veel leuker, omdat je gewoon iets hebt om naar uit te kijken. Dus toen hadden wij bedacht van, nou, dat kunnen we ook wel voor elkaar doen. Dus toen had ik er twee. En het leuke is, Truida en ik zijn helemaal gek van kringloopwinkels, allebei. Dus toen hadden wij afgesproken van, nou, doen heel even uit mijn hoofd. Deden we nou 24 bolletjes, volgens mij, uit mijn hoofd. Anders mis je de 4, Truida. Was het 20, ik weet het niet meer. Volgens mij hebben we gezegd 24 sokkenbolletjes of strengetjes, dat mag je zelf weten. En 12 kringloopcadeautjes. Dus 12 dingetjes in de kringloop. Dus ik heb echt de hele zomer gigantisch veel plezier gehad om, om de hele tijd te denken, oh, is dit iets voor Truida? Je kent elkaar een beetje, je weet welke kleuren ze mooi vindt. En
Ja, ik weet dat ze van heel veel vintage dingen houdt. Dus ik ben de hele zomer echt op de rommelmarkt. Daar had ik echt een doel van ik ga op zoek naar dingen voor die swap. Nou, dat is bij mij helemaal gelukt. Ik vind zelf dat het heel leuk is geworden. Dan hoop ik natuurlijk dat Truida dat ook vindt. Maar ja, dat is altijd een beetje een gok. Dus wij deden 24 bolletjes. Dus voor elke dag een bolletje en 12 kringloopcadeautjes. Dat was onze afspraak. Nou, mijn swap is inmiddels al die kant op. Dus die is al weg. En toen kreeg ik later ook nog de vraag van Ineke van Luna Sternit. Yvonne, wil je met me swappen? Nou, toen had ik wel even zoiets van, dat is wel heel veel, 3. Maar ja, ik dacht, 3 is wel net te behappen. Dus dat heb ik ook ja op gezegd. En toen dacht ik wel daarna, nu is het klaar, want 3 is echt wel genoeg. Maar eigenlijk is de moraal van dit verhaal, en daar heeft Truida gisteren een hele mooie post over gemaakt op Instagram, dat je gewoon niet hoeft af te wachten tot iemand iets organiseert. Dat je het gewoon het heft zelf in handen neemt. Ik doe dat altijd met alles. Neem het heft zelf in handen. Ga niet wachten tot iemand anders jouw leven leuk komt maken. Want dat doet niemand. Dat moet je echt zelf doen. Dat is de grootste les in mijn leven. Dus onze boodschap is, Truida en mij, van mij, ga een do-it-yourself kalender, met andere woorden, ga zelf iemand aanspreken via Instagram of Facebook. Misschien zit je in een breigroep op Facebook met sokkenbreisters. Vraag gewoon iemand van, goh, ik zie dat allemaal voorbij komen. Ik heb me niet opgegeven voor een swap, maar ik zou het heel erg leuk vinden om met jouw bolletjes of strengetjes te ruilen. En dan kan je zelf met diegene afspreken, ja, wat wil ik dan? Wat willen we dan? Wat vinden we belangrijk? Willen we de chocola bijeen? Wil je de cadeautjes bijeen? Of gaat het je alleen maar om de wolletjes? Dus spreek gewoon iemand aan. Ik denk dat heel veel mensen, ja, en als mensen al genoeg swaps hebben, dan zullen ze dat zeggen. Maar dat is het leuke, ook op Instagram, dat je gewoon andere mensen gaat volgen en ook reacties plaatst. Zo krijg je interactie met elkaar en ja, dat is de welbekende verbinding waar iedereen het altijd over heeft. Ik heb al een beetje een hekel aan het woord. Omdat het tegenwoordig, ja, gaat het altijd alleen maar over, ja, ik vind het een beetje een modegril, laat ik het zo zeggen. Maar goed, maak contact met elkaar. Dus, reageer op elkaars post als iemand wat moois heeft gebreid. Daardoor krijg je gewoon leuke nieuwe breivriendinnen. Dus als je nou een beetje eenzaam bent of je denkt, ik heb dat allemaal niet, ja, komt dat dan misschien ook niet omdat je nooit reageert, weet je wel? Vraag staat vrij en spreek met elkaar af. Kijk iemand die je veel volgt of die waarvan je denkt, van, die vindt dat waarschijnlijk ook wel leuk. Want nu kan het nog, hè? Het is morgen donderdag, 7 november. Vandaag is dus woensdag, ik neem altijd mijn filmpje een dag eerder op. Dus je kan prima morgen of de aankomende dagen nog iemand benaderen, afspraken maken en dan dat je het, je hoeft het pas 1 december moet iedereen het in huis hebben. Dus je kan deze aankomende week uittrekken voor het maken van de kalender en dan kan je het eind november nog wel opsturen, de laatste week van november. Zodat iedereen zijn pakket dan op tijd heeft. Dus onze boodschap is, doe het zelf, neem het heft in eigen hand. Kies iemand uit waarvan je denkt, nou, ik denk, die volg ik al heel lang. Ik ga gewoon vragen of die dat wil. En je kan zelf een afspraak maken. Je kan ook andere wolletjes ruilen. Maar wij vinden sokkenwol natuurlijk het allerleukste. Dus vandaar. Dus dat was het even voor nu over de adventswappen. Misschien kom ik er later nog op terug, maar het ligt aan de tijd. Ik zit alweer bijna 14 minuten te kletsen en ik heb nog niks laten zien. Maar dus dat. Mijn eerste afgewerkte project, finished object, is mijn GoGo Dynamo. Kijk eens wat mooi. Nou, ik ga er nog wel even een aantal dingen over vertellen. Ik heb hem afgemaakt op 30 oktober. 31 oktober was een soort van, dan had je hem in 4 weken tijd gebreid. Ik dacht eerst, dat lukt me niet. Maar ineens lukte dat wel. Dus 31 oktober heb ik hem afgebreid. En toen was ik eerst een beetje, als ik heel eerlijk ben, was ik een beetje teleurgesteld. Want dit was heel strak. En hij was nog niet geblokt natuurlijk. Toen dacht ik echt, komt dat wel goed, weet je wel? Want dit is wel de manier hoe ik mijn sjaals meestal draag. Hè, vooral als je het op de fiets doet. Dit zit een beetje strak. Zit nog steeds wel een beetje strak. Dus toen had ik een beetje zo'n, was ik een beetje, dus ja, zie ik, vond ik niet. Ik dacht echt van,
Waarom? Maar toen ging ik filmpje kijken van Fiberchats. Ik zie dat ik half niet in beeld ben. Fiberchats van Arena, weet je wel. Die hebben altijd Humans of Westnitz. Dat doet iedereen. Ja, dat kan je meedoen als je deze sjaal bereidt. En toen was er iemand met hetzelfde probleem. En toen zei Arena, je moet die vrouw wou dat hele stuk gaan uithalen en opnieuw breien. Toen zei Arena, nou doe dat nou niet. Ga hem gewoon eerst blokken. Want als je hem blokt, dan is het wel een stuk beter. Nou, dat heb ik dus ook gedaan. Zondag heb ik hem geblokt. En nou, het is gewoon een stuk beter. En je kan hem ook nog zo naar binnen doen. Dus zo ziet hij er dan uit. Ja, op de manier waarom je hem dan lekker om je nek hebt op de fiets. Ik vind hem heel fijn. Deze sjaal had echt wel nodig dat ik hem ging blokken. Meestal ben ik niet zo blokkerig met sjaals, met die andere niet. Maar deze vond ik wel echt nodig, want hij is echt veel meer uitgelopen. En je ziet nu die eyelets ook veel beter. Die gaatjes. Kijk, nee, die zitten hier. Wacht even, ik zoek hier. En dat was, voordat ik hem blokte, was dat gewoon niet zo. Dan zat het heel in elkaar. Dus ik moet eerlijk zijn, deze sjaal had het echt nodig om te blokken. Ik ben heel blij mee. Ik heb nog even getwijfeld. Ik was bij Steven en Penelope's in de winkel om toch nog die rand eraan te gaan breien. Had ik ineens zin in. Ik dacht, ja, ik ben nou toch al bijna klaar. Kan ik ook nog die rand wel doen? Maar ja, ik kom niet uit met die driehoekjes. Mijn driehoekjes zijn te klein. En toen zei iemand ook weer in die fiberchats chat van ja, maar dan kom je ook niet uit met die wavy border. Dan moet je helemaal zelf uit gaan rekenen hoe je dat dan doet. Nou, toen dacht ik, laat maar. Daar had ik natuurlijk geen zin in. En eigenlijk vond ik hem ook gewoon klaar. Maar ik heb nog even staan twijfelen of ik een bolletje glow hair, mohair mee zou nemen. Om dat nog in die rand te verwerken. Want ik heb wel gezien in al die sjaals bij Fiberchats dat ik volgend jaar wil ik ook mohair there doen. Heb ik niet gedaan, nog 3 jaar lang niet. Maar volgend jaar ga ik dat wel doen. Maar goed, ik ben heel, heel blij met mijn sjaal. Ik had al wel verteld dat ik één onderdeel anders had gedaan. Dus voor de mensen die denken, hé, wat heb jij dat dan? Ik heb hier gewoon strepen gedaan. In plaats van die fictieve driehoekjes. Die vond ik wel, ja, ligt eraan hoe je hem zag. Vond ik het wel mooi, maar bij de meesten, wacht even, ik ga hem dat ding anders zetten. Nou ja, jullie zien mijn hoofd af en toe half. Maar nu zie je mijn sjaal beter. Ik moet zeggen dat ik hem nu zo, als ik hem zo om heb, vind ik hem erg leuk. Het is ook heel lekker laag. Zit echt er in mijn taille. Of iets over mijn taille. Dus als ik hem zo omdoe, dan is het ook wel een soort van, ja, zo'n vestje. Lekker over je armen. Oh, helemaal leuk. Dus ik ben heel blij met mijn sjaal. Ik vind de wol ook echt Twisted Ambitions yarns had ik. Ja, voelt heerlijk. Het is echt. Ik had hem nog even buiten gehangen van de week aan de lijn met foto maken. Toen had ik hem een uurtje buiten laten hangen. Oh, dan rook je helemaal die lekkere ozonlucht. Ja, ruik ik nu nog. Oh, wat lekker. Dus Yvonne is helemaal blij met deze sjaal. En ik weet niet waarom. Aan de ene kant was ik vorige week blij dat het dan bijna klaar was. En toen was het klaar, had ik hem geblokt. En toen dacht ik, oh, zal ik er nog één opzetten? Ik wil al heel lang een grijs-zwart, ja, met 50 tint grijs, laat maar zeggen, een sjaal breien. Maar dat heb ik nog steeds niet gedaan. Toen dacht ik, oh, dit is, want dit is echt wel een heel leuk patroon, hoor. Ik heb daar niet de brioche gedaan, dus ik heb de eyelets gedaan, maar ik vind dat prima. Ik mis dat brioche-deel niet, ook niet om te breien. Ik vond de bubbels heel leuk om te breien. Zeker niet moeilijk, vond ik niet moeilijk. Nou, de driehoekjes is gewoon heel lange weg, maar het is ook niet moeilijk. Alleen, ik zag wel dat ik de eerste 4 driehoekjes, heb ik natuurlijk het filmpje gekeken, dat die wel goed zijn. Dus ik heb toch ergens, dacht ik dat ik het uit mijn hoofd kon en heb ik toch een fout gemaakt. Dus als ik het ooit opnieuw doe, dan ga ik daar wel beter op letten. Maar eigenlijk had ik gewoon zin om er nog één op te zetten. Dus misschien doe ik dat nog wel, maar dat doe ik dan pas in het nieuwe jaar. Want voorlopig wil ik eerst genieten van deze mooie sjaal. Zo ben ik wel. Hè? Als ik een patroon mooi vind en fijn vind, dan brei ik hem wel vaker. Deze kleine mini-bubbels vond ik ook heel leuk om te breien. En ik vind het ook prima dat dit streepjes zijn, gewoon in plaats van die fictieve driehoekjes. Dus dit is mijn Go-Go Dynamo. Super blij. Ik ga toch wel weer meer doen volgend jaar. Vorige week zei ik heel wat anders. Maar
ik, nu ik het weer af heb, denk ik, ja nee, van, dit is gewoon een hartstikke leuk breiproject. En je leert heel veel nieuwe dingen. En wat je er ook van leert, en dat is voor mij gewoon heel erg goed, om een keer iets anders te kiezen dan wat je altijd kiest. Want ik kies ook wel vaak de fijne, makkelijke breiprojecten die je al kent. En dit is iets waar je niet weet van tevoren wat je gaat breien, en toch doe je het. Dat is voor mij de mystery. Dus dat moet ik volgend jaar ook weer onthouden. Dat ik denk, van, ga gewoon weer meedoen, want het is gewoon leuk. Het is gewoon een onwijs leuk breiproject. Ja, en ik krijg het altijd wel in die tijd af. Vorig jaar heb ik er iets langer over gedaan, omdat ik toen werkte ook. Maar dan had ik hem nog half november volgens mij af. Dus 4 tot 6 weken kun je echt een sjaal breien. Nou, dat was mijn eerste afgeronde project. En wat zou mijn tweede zijn? Ik was hem bijna vergeten. Ik had hem vorige week de hele week niet aangeraakt. En ineens dacht ik, want ik zat alweer elke dag vakjes te breien. En ineens dacht ik, oh ja, die heb ik ook nog op de pen en die wou ik afmaken. Nou, het is gelukt. Gisteren heb ik hem afgemaakt. Het is de Cozy Comfort Throw. Nee, ik zeg het verkeerd. Sorry hoor. Het is mijn overgangsbrein die dit zegt. Het is de Habitation Throw. En die heb ik gebreid van mijn adventkalender van Vrouwtjes Wolboutique van vorig jaar. Helemaal leuk. En ik dacht wel, het is wel een heel goed moment dat ik hem af heb. Want als jullie nog iets leuks zoeken voor jouw adventstrengetjes dit jaar, is dit echt een hele leuke. Het is echt een vierkant. Het is gewoon echt prima. Ik heb hem trouwens nog niet geblokt. Prima zoveel op je schoot. Het is niet te groot. Het is meer een, ja, het heet ook een throw. Het is meer een throw, niet een deken. Ik had eigenlijk gedacht dat hij groter zou zijn. Maar ik heb gewoon het patroon gevolgd. Ik ben met deze gele begonnen. En elke keer 10 gram weggebreid. 10 gram weerschaalt hier ernaast. Nou, dan weer van kleur wisselen. Nou, totdat je dus 12, want meestal heb je 24 strengetjes, 12 kleuren hebt. En dan ga je in het midden, begin je met de minderingen. En dan ga je weer precies hetzelfde doen. Soms heb ik 11 gram en soms heb ik 10 gram. Maar soms heb ik 12 gram weggebreid. Lag een beetje waar ik zin in had. En toen was ik gisteren hier bij dit stuk. Het ook toch nog volgens mij hadden we vorig jaar ook 25 kleuren. Toch nog het laatste puntje in een andere kleur gedaan. Anders werd dit wel een heel lang stuk. Maar het is een super leuk breiwerk. En, oh ja, ik kan Imke. Oh nee, dat kan niet, want ik heb mijn telefoon. Volgens mij heb ik hem half augustus ergens opgezet. Daar kan ik nog wel terugzoeken. Deze staat nog niet in mijn breidagboek, omdat ik die nog niet bijhield toen. Maar deze heb ik dus half augustus opgezet. En gisteren was die klaar. Dat was 6 november. En dan heb ik hem gewoon als een bijbrei project gehad. Ik denk als je dit in een maand december breidt, dat je echt dit in een maand kunt breien. Elke dag 10 gram wegbreien is echt prima te doen. Dus een heel leuk adventproject. Ook misschien voor de restjes, voor onze bolletjes die wij natuurlijk gaan swappen. Ik zit er wel aan te denken om hem misschien inderdaad van die bolletjes te doen. Ik heb 3 swaps, dus ik kan van 1 swap sokken breien, 1 swap misschien dit breien. Of ik heb nog een ander patroon van Steven West, de Rain or Shine Blanket. Die heb ik vorig jaar gekocht toen hij jarig was met de opruiming. En dat is ook ongeveer zo'n maat. En daar kan ik ook nog kiezen. Maar daar ga ik nog even over nadenken. Want ik wil niet te veel moeten in de maand december. Het moet ook een beetje vanzelf gaan. Kijk, dan wat leuk. Dus nog niet geblokt. Weet ik ook niet of ik dat doe. Ik ben heel bang. Nog steeds heel bang dat iets gaat doorlopen. Omdat ik dat vorig jaar met mijn GeoGradient heb gehad. Deze was prima. Gewoon in bijna koud water. Gewoon even helemaal erin gehad. Uitgewrongen. En liggend laten drogen. Dus hier kwam gelukkig niks. Geen verkleuring af. Maar ja, hier zit natuurlijk best wel veel kleurtjes in. Ik ben altijd bang. Ja, vorig jaar gebeurde het. Maar dat kwam door de Ecolam. Dus ik houd daar ook maar op dat dat zo is. Maar ik vind het eigenlijk niet erg nodig. Ik doe hem toch niet om als sjaal. Het is meer een dekentje. Maar hier helemaal blij mee. Dus de Habitation Throw. 2 finished objects. 2 afgeronde projecten. Ik vind het ook wel heel leuk staan zo. Oh, ik ben helemaal blij. Een slokje water. Oh.
Ja, even een slokje water. Nou, toen gingen we verder met de WIPs. De Works in Progress, dat betekent in het Nederlands werk. Hoe zeg je dat nou? Nou, een werk waar je nog mee, een breiwerk waar je nog mee bezig bent, die nog niet af is. Dus ik zal proberen de vertaling er even bij. Ik leer jullie een beetje Engels. Want dat zijn allemaal van die breitermen. Ja, ik kijk ook heel veel filmpjes. En tegenwoordig zijn die filmpjes in het Nederlands en in het Engels. Maar ik merk gewoon dat wij heel veel Engelse woorden gebruiken. Omdat het dan ja, makkelijker klinkt of zo. Bij ons is het altijd zo'n lang woord. WIP, work in progress, ja. Een breiwerk waar je nog mee bezig bent. Nou, dan gaan we natuurlijk eerst beginnen met de sokken. Ik ga eerst beginnen met een nieuwe WIP. De nieuw opgezette sokken. Ik heb 2 nieuwe sokken opgezet. En ik heb er ook 2 even in de pauzestand gezet. Ik had er geen zin meer in. Dat is de opnieuw brei sok. Voelde ik even niet. Denk, laat maar even wegleggen. En ik had, waar ik het pompoentje van heb gebreid. Dat is ook een beetje zo'n herfstkleur. Had ik ook een sok van op de naalden gezet. Die ligt ook daar in de kast. Mag even gewoon. Hoef ik even niks meer. Want ik had zin in andere dingen. Nou, ten eerste. Deze leuke, onwijs leuke tas. Die heb ik op Etsy gekocht. Bij Rachel Marvis of zo. Het zit er wel in het briefje. Ik had de hele tijd al zin aan deze bol. Van Opal. Ik weet niet waarom. Maar ik vind deze blauwe kleurtjes heel erg leuk. Vooral die lichtblauwe. Deze heb ik al in dit tasje klaar liggen volgens mij vanaf september. Dat ik de hele tijd denk, ik ga deze doen, ik ga deze doen. Maar ik deed de hele tijd wat anders. En dat is dus een bol van het Opal abonnement wat ik heb. En die heb ik lekker opgezet. Ik zal nog even die vrouw van het tasje, ik heb dat dingetje er nog in. Rachel Jarvis. Heet zij? Nee, sorry, deze. Zij heeft echt hele mooie tassen. Af en toe heeft ze dan weer wat te koop. Dus als je nou denkt, oh, ik wil een heel mooi kerstcadeautje voor mezelf. Ik zou het doen, want het is een heel fijn tasje. Zit verder geen hendel aan, maar ik mis het ook niet hoor. Maar dit is wel een tasje waar ik niet buiten het huis meeneem. Daar vind ik hem gewoon te mooi voor. Dat dus, oh ja. Dus toen ging ik eindelijk die nieuwe sokken, of die sokken opzetten, die blauwe. Even denken, welke naalden heb ik hier nu voor? Ja, oh ja, ik ging naar de afstap. Zaterdag. En bij de afstap hebben ze een hele wand vol met allemaal naalden. Haaknaalden, breinaalden. Nou, volgens mij hebben ze alle merken. Chaigu, Clover, Adi. Nou ja, en ik vond haar gelukkig. Ik vroeg die vrouw nog wel. Ik had eerst de 15 centimeter in hand. De Adi Colibri. Die heb ik ook in 2, maar 2,5. Maar ik brei nu op 2,25 meestal. En die vond ik daar. Ze zegt, nee, hebben we wel hoor, 20 centimeter. Dus ik heb die lekker gekocht. En daar staat mijn nieuwe sok op. En ik ben niet zo ver nog. Er hangt al wel een kersthangetje aan. Ik dacht op een gegeven moment even een progress keeper eraan. Dus deze ben ik lekker mee bezig. Op mijn nieuwe naaltjes. Ik kan er zo blij van worden. Hè? Naaltjes. Sokkennaaltjes kopen. Dat vind ik. Eigenlijk werd ik daar het blijst van. Dus zaterdag ging ik inderdaad bedenken. Ik zag bij die Heerma koffie te drinken. Waar word ik nou blij van? Ik word niet meer blij van kleding kopen of weet ik veel wat. Ik dacht, nee, ik word blij van sokkenwol met naaltjes. Deze naaltjes, ja, die zijn best wel, die zijn er niet altijd 2,25 in 20 centimeter. Dus toen had ik in één keer weer energie en toen dacht ik, kom op Yvonne, loop naar die afstap. Dat is hier maar 600 meter verder. Ga daar even kijken. Dus ik laat straks zien welke wol ik heb gekocht. Sokkenwol. Dus dat is mijn eerste nieuw opgezette sok. Helemaal leuk. Ik weet niet wanneer. Dit breidt weer heel fijn. Het is Opal. Ja, je wilt steeds verder zien hoe die moet. Dus. Oh ja, en deze DPN holder heb ik in gebruik. Lala, want anders steekt het door mijn tasje. En die had ik van Janna gekregen. Van die lieve Janna. Van Finish Knitting Stories in onze swap. Heel spannend. Want binnenkort met het Knit to Purl to Festival. Dan ga ik haar gewoon in. Ja, jullie ook natuurlijk, iedereen die erin gaat. Gaan we haar in leven de lijf zien. Lijkt me echt superleuk. Ik heb er helemaal, daar heb ik sowieso heel veel zin in. Ik vind het ook allemaal nog wel een beetje spannend. Maar gewoon lekker naar dat festival. Alle breisters ontmoeten. Nou, ik hoef niks te breien trouwens voor het festival. Want ik heb deze af. Deze ga ik dus zeker meenemen. En mijn mooie VU van de laatste keer. Dus ik heb 2 dingen.
Ik ben heel. Wat dat betreft ben ik er klaar voor. Ik moet alleen nog wel misschien een leuk zwart nieuw blouseje. Maar ja, als ik een oud blouseje aan heb, ook prima. Ik vind het ook allemaal maar een beetje. Ja, nee, onzin. Natuurlijk, als je naar een feest gaat, dan ga je ook leuk aankleden. Dat hoort wel een beetje bij. Maar je moet ook gewoon jezelf zijn. En je moet er geen stress van hebben. Dat je denkt, oh, ik moet nog aan. En had ik dat een beetje? Misschien wel. Maar goed, dat zit dan in ons eigen hoofd, denk ik. Dus deze DPN holder, die gebruiken we netjes voor de sokken. Want steekt het door mijn leuke tasje. Eigenlijk moet ik het nu gelijk even weer terug doen. Want straks moet ik de Engelse opnemen. En dan heb ik er altijd zo'n soortje van. Dan moet ik altijd eerst weer alles zoeken. Dus dat is één sok die ik heb opgezet. Nou, toen had ik zin aan nog een andere sok. En daar heb ik in dit leuke, lieve, schattige tasje van Quilting Mieke. Die hadden we op de ontmoetdag gekocht. Echt te leuk. En dat past precies. Ja, hier steekt nog wel een naald uit. Daar passen dus precies. Past daar één bol sokkenwol in. Ik heb deze houten. Deze ook 2.25 netpro naaldjes. Ria gekregen. Deze heb ik ook in 15 centimeter. Dus eigenlijk moet ik voor dit, omdat het tasje een beetje klein is, moet ik ze eigenlijk op die 15 centimeter naaldjes zetten. Maar ik kreeg van lieve Truida een tijdje geleden deze leuke bol. Echte Truida bol. Oeh, wat mooie kleurtjes. En daar had ik zin in. Ik denk dat tasje past precies in dat leuk. Oh, valt er weer in op het grond, tuurlijk. Dat bolletje past precies in dat leuke lieve tasje. Oh ja, van Quilting Mieke. Nou, wel bekend bij heel veel breisters. En ik had daar zin aan. Ik denk, ik wil dat tasje gebruiken. En ik wil die bol op gaan breien. En het toeval is wel, volgens mij, dat de vriendinnensok ook van hetzelfde merk is, volgens mij. Hetzelfde bolletje. Dit is een Langjaarns Jawohl Magic Degradé. Dat is wel grappig, want ik zou dat dan zelf, denk ik, niet hebben gekocht. Maar als je het dan krijgt, dat is ook leuk. Hè? Dat is natuurlijk met die swapsokken. Dan krijg je andere wolletjes die je anders misschien zelf niet had gekozen. En dat is dan toch heel leuk. En daarom had ik er ook onwijs veel zin in. Nou, ik ben nog maar een heel klein stukje. Boord doe ik altijd 4. Ik doe 64 steken op naald 2.25. En 3 bij 1 rib, dat is mijn boord. Ik vind die andere niet meer zo heel leuk. 2 bij 2 en 1 bij 1 vind ik sowieso niet zo fijn. Dan kan het wel eens een keer zijn dat je dat moet voor een patroon. Dus dit is waar ik ben. Nog helemaal niet ver. Maar maakt ook helemaal niet uit. Ik ga echt genieten van het breiproces. Elke sok komt vroeg of laat wel af. Dat is mijn instelling nu. Heb ik nu alles verteld? Dus dit leuke bolletje in het leuke tasje. Oh ja, dit zit ook nog steeds in het tasje. Dat is het leuke gestipte bordje wat we kregen op de ontmoetdag van Brechtje. Ik vind hem erg leuk. Straks met kerst ga ik hem op tafel zetten en dan leg ik daar steekmarkeerders op. Ja, volgens mij was het dat wel. Over de sock whips. Dus ik heb 2 actieve sock whips. De rode draad sock. Die ligt hem in de pauzestand, want de rode week is weer voorbij. Dus die hoef ik ook niet even lekker niet aan te denken. Ja, en dan hebben we... deze heb ik een tijdje geleden opgezet. Als het goed is, heb ik dat al in de weekvlog volgens mij laten zien. De Penguono van Steven West ben ik aan het breien. Die wilde ik al heel lang, maar ik had de hele tijd zoiets. Ja, maar welke garen ga ik dan gebruiken? Ik wil niet... Ik wil in dit geval, ik had de Garter Marler vest, die had ik natuurlijk in felle kleuren gebruikt. Roze en grijs en geel en paars. Maar ik wilde dat nu niet. Ik dacht, nee, ik wil een beetje een, mijn favoriete kleur rood en zwart. En het moest gebeuren van alpaca restjes. Ik heb heel veel alpaca bollen gekocht in de laatste jaren. Dus dat is waar ik aan het doen ben. De Penguono. Ik moet hem in eruit halen, hoor, dat hij niet... Want ik heb, dat is wel, het is ook weer allemaal stuk. Je breidt steeds stukjes. En dan heb je wel steeds allemaal draden. Alles op een waste yarn staan, stukken. Tada. Nou, deze ben ik hier onderaan begonnen. Eerst deed ik 2 draden, een stukje. En het zit op een provisional cast on, want je moet hier later nog weer steken opnemen.
En toen dacht ik, oh nee, ik wil mohair erbij. Dus toen ging ik toch 3 draadjes doen. Dit stukje is misschien ietsje smaller. Maar ja, dat zie je straks in het hele ding niet meer terug, denk ik. Toen ben ik dit gaan combineren, rood met grijs. En nog een soort rode mohair. Nou, in het patroon staat dat je dan van kleur kunt wisselen. Toen dacht ik, ja, dat ga ik wel doen. Anders wordt het helemaal zo'n saai stuk. Want dit is gerstekorrel. Is heel leuk, wel leuk om te breien. Maar dat duurt natuurlijk wat langer. Je moet continu de draad omslaan. Nou, dit hele eerste stuk, ja, daar heb ik best wel lang over gedaan. Maar ja, ik kwam ook wel weer door mijn sjaal die ook op de pennen stond. Nou, toen had ik heel veel zin om deze wel. Mijn sjaal glijdt af. Welsjes, die zei. Ja, dat is dan ook weer in het Engels, sorry. Want het is een Engels patroon. Deze randen te breien, ik vind net van die bumpers. Het is wel heel leuk werk, heel makkelijk eigenlijk. Want je moet eerst volgens mij iets van 8 of 10 rijen breien en dan ga je ze aan elkaar breien. Nou, als je niet weet hoe dat moet, heeft Steven West weer een heel duidelijk filmpje. En dus dit lijkt net van die bumpers. Ik vind het ook een beetje zo space-achtig. Ja, ik moest de hele tijd aan zo'n liedje denken van vroeger. Ik weet alleen niet meer hoe dat heet, uit de jaren 80. Maar goed, maakt niet uit. En dan ga je dus deze zijkant breien. Hier heb ik weer lekker met roze en donker antracietgrijs. En ook weer mohair rood. En toen moest je naar de andere kant. Oh ja, toen moest je aan de andere kant deze bumpers breien. Ik noem ze gewoon even bumpers. Daar kon je ervoor kiezen om 3 verschillende kleuren te doen. Maar ik heb gewoon dit gedaan. En toen moest je weer dat stuk eraan breien. Dat heb ik allemaal zondag gedaan. Ik heb zondag de hele dag hier aan gebreid. En toen moest je deze doen. Toen dacht ik ineens, oh, ik heb nog een hele leuke, ja, ook een soort mohair van, kan ik wel even laten zien trouwens. Deze ballen had ik een keer in zo'n verrassingspakket van knottenwol. En ik dacht de hele tijd, ja, wat ga ik daar dan mee doen? Ga ik er een muts van breien? Maar goed, ik dacht, laat maar even een tijdje in het laadje liggen. Komt vanzelf wel iets. En ineens dacht ik, oh, die ga ik nu gebruiken voor mijn sjaal. Ik kan het briefje niet vinden, maar het is een iets van Lana Grossa. En dat heb ik 2 jaar geleden volgens mij al gekocht. Met Koningsdag. Dat was zo'n verrassingspakket. Dus die kwam nu heel mooi van pas. Die heb ik dan weer dubbel gehouden. Niet 3-dubbel, want die was wat dikker. Welke heb ik daarmee gebruikt? Oh ja, met mijn Punodu restje. Dit is een restje Punodu van een grijze sjaal die ik ooit gebruikt heb. Die is ook al wat dikker, dus deze 2 was best wel een dik stukje. En die gebruik ik nu ook weer met rood. Met rood, volgens mij ook weer dubbel. Dus, en dat is het leuke aan het vest. Je kan gewoon alles door elkaar, dat maakt niks uit. Want ik was dus in het winkel van Steven West. En daar hing zijn Pinguano, dus ik kon hem heel goed bekijken. Maar die van hem was nog dikker. Die had echt sommige. Ik vind dit al wel dik, maar die van hem voelde nog dikker aan. Maar het wordt dus een heel groot, wijd vest. Wat waarschijnlijk heel veel mensen wel passen. Hierna, dit moet ik nog helemaal verder breien tot zo. En dan ga je weer verder breien de voorkant. En dan ga je ook minderingen maken, zodat je een V-hals krijgt. Nou, en als je dat dan klaar hebt, doe je dat aan deze kant ook weer. Volgens mij ga je dan nog een hele rand aan de onderkant breien. En dan ga je op een gegeven moment weer de mouwen, de mouwkappen breien. Die brei je dan weer hier aan vast. Maar hoe dat moet, weet ik allemaal nog niet. Dat zie ik stapsgewijs in het patroon. Dus dit is mijn Pinguano vest tot nu toe. Ja, en ik heb er echt bewust voor gekozen om kleuren te kiezen die ik mooi vind. Dus rood, zwart, antraciet. Want ik denk dat de kans dat ik hem dan aandoe het grootst is. Gisteren zat ik trouwens op de bank, had ik mijn Carson Marlen vest de hele tijd aan, de hele dag. Oh, en die katjes, die gingen gewoon echt op mij liggen. Die vonden, ik had de verwarming niet aan gisteren. En dat vest was heel lekker warm en ik had zo'n dekentje over. En nou, toen dacht ik echt van ja, je hoeft dus, als het nog niet te koud is, hoef je de verwarming niet aan te doen. Ik had hem alleen gisterochtend heel even aan en toen ging ik weg. En toen ik terugkwam dacht ik, ik vind het helemaal prima zo. Maar Moshi die ging helemaal hier liggen en Poekie lag bij mij. Dat was wel grappig. Dus dat is echt lekker warm. Nou, ik heb ook wel heel veel zin aan dat dit dan ooit echt klaar is. Maar het is ook weer een heerlijk breiproces. Het is super makkelijk. Ja, het is echt niet moeilijk. Dus mijn Pinguano vest in wording. En die heb ik
in deze tas ook van Quilting Mieke. Die heb ik vorig jaar november gekocht. Maar hij past er niet meer in. Eigenlijk moet ik een andere pakken. Want het, met alle bollen die ik aan het gebruiken ben. Ik heb nog een hele tas dan steeds ernaast staan. Waar dan die bollen ook in zitten. Dus dat is een heel leuk project. Ik ben heel benieuwd. Nou, misschien heb ik hem eind december of half december af. Dat je hem lekker de hele winter aan kunt. Oh ja, deze had ik heel veel bollen ooit van gekocht. Het lijkt een beetje asgrijs. Ik vond het een beetje tegenvallen. Maar als je hem leert met alle andere kleuren is het toch wel heel leuk. En ik was er twee kwijt, maar die vond ik dus nog in andere tasjes terug. Dus genoeg voorraad om alles te, ja, te combineren. Ja, en dan wil ik eigenlijk, dit ga ik skippen. Die doe ik een andere keer wel, die ook. Want het wordt allemaal wat te lang weer. Dan heb ik nog één deken op de pennen. Daar heb ik nog niet aan gebruikt, maar die wil ik wel even weer onder de aandacht brengen. Dat is de Cozy Comfort Throw. Hier ben ik ergens, ja, ik denk het voorjaar of net voor het voorjaar aan begonnen. Een patroon van Molly van een Homespun House. Super makkelijk, heen en weer, heen en weer. Maar mijn regel was wel, het moet een, ik wil alleen maar handgeverfde wol hierin. Want ik hou dus heel veel over van die, van de VU heb ik veel over, van deze sjaal heb ik nu veel over. Ja, dit waren ook allemaal leuke, ja, kleurtjes die ik allemaal over had en waar ik niet echt een bestemming voor heb. Sommige zijn 100% merino, dus daar kan je ook geen sokken van breien. Dus ik ga hier ook weer actief mee verder. Dus ja, mijn adventkalenderbolletjes kunnen hier alleen in als het een handgeverfd zou zijn. Maar daar weet ik nog niet hoe ik dat doe. Ik heb voorlopig nog wel een aantal bollen die ik eerst hierin ga breien. Vooral die van mijn VU en ja, en van deze. Ik heb heel veel over. Ik heb van die contrastkleur bijna in, ik geloof 80 gram over. Dus dat komt allemaal hierin. En dit is gewoon een proces. Dat mag heel lang. Dit heeft geen einddatum. Dit mag gewoon duren. En af en toe een paar keer heen en weer. En dan, dus ik ben wel van plan, het zit in deze tas. Knit Happens. Om dit dan weer op de bank te leggen. Dat je dat ook af en toe pakt. In de avond, als je even een mindless brei wil. De Cozy Comfort Throw. Dus dit is ook een, denk ik ook een hele leuke voor je advents projecten. Stel dat je 3 advents swaps hebt, net als ik. En je wilt een restjes deken, dan is deze ook heel leuk. Dit patroon kost 5 euro, volgens mij. Bij Molly van de Homespun House. Dus dat. Nou, dus dat is wat ik allemaal aan het breien ben. Ik ben nog wel meer dingen aan het breien, maar die ga ik even skippen, anders wordt het veel te lang. Ik ga nog even vertellen. Ik heb gewoon zin om nog even gewoon te kletsen. Even een slokje water. Tuurlijk, ik heb de giveaway winnaar van de... Van het boek van Steven Wester. Zullen we dat maar eerst doen? Want daar ben ik nu ook toch mee bezig. Even kijken. Er zit nog steeds een doosje. Nou, ja. Als eerste. Als eerste natuurlijk iedereen nogmaals heel erg bedankt voor het meedoen met mijn VU-call. Ik vond het echt verrassend leuk hoeveel mensen er mee hebben gedaan. Hoe enthousiast het werd ontvangen. En ik ben zo blij voor iedereen dat... Iedereen nou zo'n mooie sjaal heeft, want die wil je gewoon. Nogmaals, die wil je gewoon. Ik hoorde gisteren weer iemand zeggen, de VU-sjaal is mijn absolute favoriet. Oh, dat zei Lisa van 72 Stitches. Ik zal hem nog even pakken. Ja, wacht even. Ja, daar ben ik weer. Dus deze was... hier ging het om voor de nieuwe mensen. Misschien denk je, oh, waar heb je het over? Ik had dus een knit-along. Begon op 1 september tot en met 31 oktober om deze sjaal te breien. De First Stitch Unite. Van Steven West. Dus ja, dit is mijn 4e exemplaar. Ik heb er al 3 gebreid. En ik heb ze echt dagelijks om. Deze bewaar ik nog een beetje voor netjes. Want die wil ik meenemen ook naar Knit to Purl toe. Ik heb nu van de week mijn andere weer omgehaald. En ik heb ook de Stripometry sjaal omgehaald naar Amsterdam. Want die is lekker licht. Ik ben wel heel bang altijd dat ik dan mijn tasje laat staan ergens. En dat ik dan mijn sjaal al kwijt ben. Want op een gegeven moment had ik het warm. En toen had ik hem in het tasje gedaan. Nou, toen... Dus ik zei wel heel de tijd tegen mijn vriendin, ik zei, oh, ik moet wel echt opletten dat ik dat tasje weer meeneem. Mijn zelfgemaakte tasje. Dus ja, nogmaals, heel erg dankjewel allemaal voor het meedoen. En voor mijn hashtag te gebruiken. En
Ja, als je dus wil zien een netting in een VU-call 2024, dan kun je heel veel sjaals op zien. Heel veel mensen hebben die hashtag gebruikt. Nou, er waren dus ook 10 mensen hadden hun foto ingestuurd van hun finished object, dus hun sjaal die klaar was. En die heb ik allemaal in een bakje gedaan, die briefjes. Daar heb ik er eentje uitgehaald. Eentje zo gewoon, ik heb heel goed gehusteld, natuurlijk de eentje uitgehaald. En de winnaar is, nou is dat briefje natuurlijk weer weg, dat lag hier net nog. Maar ondeugende Mosi, die had al die andere briefjes die dus niet waren geworden, die had hij al in de mond eentje. De winnaar van dit leuke boek, Hibernit Along. Hibernitting. Hier staan 6 patronen in, heb ik vorige week verteld. 2 weken geleden is Els Wieland. Els Wieland, jij hebt dit boek gewonnen. Dus als jij dit ziet, neem contact met mij op via dit e-mailadres. Dat ga ik onder in beeld zetten, maar ook in de beschrijving. En dan stuur ik het boek zo snel mogelijk naar jou op. En kan je misschien nog een leuke muts breien van je adventkalender of whatever. Deze trui lijkt me ook helemaal leuk. Ik heb het boekje zelf ook gekocht, want ik wil ook een aantal dingen uit gaan breien. Gefeliciteerd met je prijs, Els Wieland. En iedereen, dankjewel voor het insturen van de foto's. Ja, iedereen is blij met hun sjaal, denk ik. En ik ben heel blij dat jullie met zoveel mensen hebben meegedaan. Nogmaals, dankjewel. En nou weer een slokje water. Ja, dus dat was het. Oh nee, ik wil nog vertellen wat ik had gekocht bij de afstap. Oh ja, dat heb ik verstopt, want Mosi had er alweer wat van in de mond. Dus ik had bij de afstap, ik vind het is een hele andere soort winkel als Steven en Penelope's. Bij Steven en Penelope's heb ik uiteindelijk niets gekocht. Ik dacht wel, deze boekjes waren natuurlijk ook te koop. Oh ja, als ik dat had geweten, dan had ik ze niet online besteld, want dan had ik mezelf verzendkosten bespaard. Maar ja, jammer dan. En toen was ik bij Steven en Penelope's en ik ging kijken en er hangen natuurlijk gigantisch veel mooie strengen. Maar die strengen bij Steven en Penelope's zijn echt tussen de 30 en de 35 euro. Ja, en alles wat ik zag dacht ik, nee, ik heb dat eigenlijk niet echt nodig. Ik vind dat, ik wil wel iets kopen, maar moet het wel gevoelsmatig zijn dat je denkt van, oh, helemaal wauw, weet je wel. Maar dat had ik eigenlijk niet. Ik had een hele mooie die redesign tassen in de winkel staan. Die kon ik allemaal bekijken. En anders was zo'n heel leuk klein Notions mapje van me. Die was ook al 30 euro. En toen had ik een speldje voor mijn tas. Maar toen dacht ik, ja, weer 5 euro. Yvonne, doe het gewoon niet. Je hebt gewoon even nu niks. Je hebt geen gevoel. Weet je, normaal als je iets koopt, dan heb je echt een gevoel van, oh ja, dat wil ik. Maar dat had ik gewoon niet. En toen dacht ik, nou, dan is het goed. Dan hoef je niks te kopen. Maar dat vond ik wel een beetje, vond ik wel weer een beetje moeilijk. Want ja, je komt niet dagelijks bij Steven en Penelope's. Nou, toen ging ik teruglopen van, nou ja, ik heb nog geen foto's staan maken buiten. En toen liep ik terug richting de Hema, want daar ging ik koffie drinken. En toen had ik, oh, mijn rug is jammer binnen. En toen ging ik ergens op een stoepje zitten. En toen dacht ik, weet je het zeker? Ik vond, weet je het zeker? Ja, ik weet zeker dat ik daar niks wil kopen vandaag. Nou, toen ben ik dus bij de Hema gaan zitten uitrusten. En toen had ik een half uurtje zitten breien. Die sok vergeet ik te laten zien. Die heb ik ook niet. De vriendinnensok, die laat ik niet zien vandaag. Dat was ook de bedoeling. Die is wel bijna klaar. Maar, en toen dacht ik ineens, kreeg ik weer een beetje zo peper in mijn reet, noem ik dat altijd. Oh, ik loop toch nog even naar de afstap. Want daar hebben ze wel, natuurlijk hebben ze bij Steven en Penelope's ook sokken wel. Alleen dan ben je 35 euro kwijt. En ik, daar had ik gewoon geen zin in. En bij de afstap hebben ze socks, ja. En daar heb ik 2 strengen van gekocht. Ik heb gewoon puur gekozen op kleur. Hele mooi, dit is een hele mooie, een beetje, ja, wat is het, een beetje bruinroze. En dit is een hele mooie roze kleur. En het lijkt op de camera weer feller dan in het echt. Dit is het merk Soxia van Koepnitz. Ik wil nog steeds, dat wil ik denk ik wel gaan doen binnenkort. Ik heb dat mooie boek met de gnomes. Daar wil ik wil een grote gnome breien. Misschien dat ik deze kleuren wel voor een gnome gaan gebruiken. Ik heb ik heb die sokkennaaltjes dus gekocht en deze. En eerst dacht ik, nou misschien sokken, maar toen later dacht ik, hé, nee, ik kan ook wel een gnome gaan breien van deze leuke kleurtjes. Dus ik denk wel dat dat het wordt. En toen heb ik verder niks gekocht. Nou, die leuke mevrouw was er weer, die werkt daar al heel lang. Zij was volgens mij al heel, vertelde mij de vorige keer, kijk, dit is de afstap, als je niet weet waar ik het over heb.
Zij vertelde mij de vorige keer dat zij eigenlijk al lang met pensioenleeftijd had, maar dat ze nog steeds met heel veel plezier in dat winkeltje werkt. Nou, bij de afstap hebben ze heel veel Marie Wallen boeken, patronen, wolletjes. Oh, prachtig. En er is een bovenverdieping, maar de vorige keer dat ik daar was, was daar een workshop bezig. En nu dacht ik later, oh, had ik daar eigenlijk ook heen kunnen lopen? Of is dat, daar zat een man volgens mij te werken, maar ik weet niet. Ik ben niet naar boven gelopen, maar goed, ze hebben echt, je kunt ook in dat winkeltje heel veel boeken bekijken. Nou, wat ik het fijne vind inderdaad, is die hele wand met al die naalden, dat je gewoon lekker even kunt kiezen. Normaal, ik wil heel vaak wel naaldjes bestellen, maar dan denk ik, ja, dan moet je weer verzendkosten. Dat vind ik dan weer een beetje jammer. Dat hoeft er nou lekker niet, want ik was toch al in Amsterdam. Dus dat is echt wel een tip. Als je in Amsterdam bent, ga gewoon een keer lekker naar Steven en Penelope's. En ook naar de afstap. Ja, het zijn twee hele verschillende winkels. Allebei leuk. En allebei, ja, de ene ligt, laat maar zeggen, als je aankomt in Amsterdam. Stel dat ik het Centraal Station ben. Dan is de afstap is aan die kant. 800 meter vanaf het Centraal. En Steven en Penelope's is echt aan die kant. Dan moet je echt de wallen over. En alle coffeeshops langs. En dan kom je bij Steven en Penelope's. Oude Hoogstraat volgens mij. Maar daar zit ook nog een heel leuk stoffenwinkeltje in die rij. Nou was ik daar de vorige keer al geweest. Ik ben wel even naar binnen geweest, maar dat was echt heel druk. Die hadden een hele dikke rij bij de kassa. Ja, gewoon gezellig. En er zit een heel leuk cafeetje nog. Zou je eventueel nog koffie kunnen drinken. Maar dat had ik daarvoor net gehad, dus dat heb ik niet gedaan. Dus al met al was het weer een hele leuke dag Amsterdam. Oh ja, dat was ook wel leuk. Toen moesten we vanuit Hengelo, vroeger kon je elk uur of elk half uur vanuit Hengelo rechtstreeks naar Amsterdam. Nou, die tijden zijn helaas voorbij. Er is altijd maar één trein in de ochtend die rechtstreeks naar Amsterdam gaat. En er is één trein terug. Die gaat rijdt helemaal door naar Hannover. Dus we hadden maar, ja, natuurlijk zijn wel meer treinen, maar daar moest je of twee keer overstappen. Of nou, daar hadden we allemaal geen zin in. Dus om 6:01 ging die trein. Nou, gelukkig hadden we plek. Het was wel heel druk, maar we zaten heerlijk warm in die trein. Oh, ik heb nog nooit zo'n fijn treinreisje. Ik was ook zo moe, mijn rug deed zeer. Maar ondanks, ja, in die trein was het helemaal lekker warm in je. En het was donker. Het voelde een beetje als de Zwijnstein Express van Harry Potter. Ik vond het helemaal gezellig. Nou, lekker zitten kletsen met mijn vriendinnen. En toen zijn we later in Hengelo nog wat gaan eten bij de favoriete shawarma tent. Dus het was een hele intensieve, leuke dag. Ik heb een klein beetje gefilmd in Amsterdam. Daar plak ik wel even achteraan. Beetje een indruk van wat ik allemaal verteld heb. Ik weet niet, sommige mensen, de meeste mensen zullen wel vaker naar Amsterdam gaan. Maar als je dat nou nog nooit hebt gedaan, ja, het is toch wel echt heel leuk. Wel heel druk, maar ik had er geen last van. In zo'n grote stad denk ik altijd, oh, ik loop gewoon door naar de verkeerde woon. Weet je wel, ik ben ook nooit bang en nee, er lopen genoeg mensen op straat. Want ik moest natuurlijk wel over de wallen, maar vond ik niet eng. Dus een superleuke dag. Ik ben wel helemaal nog steeds kapot. Of dat nou te maken heeft met... ik heb een hele zere rug. Ik werd vanmorgen om 5:30 wakker. Het leek net of ze met een mes erin staken. Dat is echt die zenuwontsteking die ik heb. Dus ik denk wel dat ik een beetje te veel heb gedaan. Ja, thuis is natuurlijk ook de nodige huishouding moet ik doen. En ik heb de badkamer gepoetst. En dat is altijd zwaar werk. Dan moet je toch wel een soort van een beetje op je knieën. Om al die stof van de vloer te krijgen. Bah. Nou ja, dat dus. Dus ik heb nu wel een beetje een pijn. Maar goed, ik ga lekker zitten. Straks editen. Filmpjes aan elkaar maken. En dan morgen donderdag om 8:00 staan ze online. En nou, ik hoop dat ik niks ben vergeten. Ik ga nog even checken. Ik heb de winnaar, dus Els Wieland. Jij mag contact met mij opnemen via dat e-mailadres. Nou ja, het adventkalender. Dus wij organiseren niet zelf. Jullie mogen zelf iemand gaan zoeken. Als je nou denkt, ik wil ook nog graag een adventkalender ruilen, swappen met iemand. Vraag gewoon, neem gewoon contact op via een DM. DM is, wat is DM ook alweer? PB is een persoonlijk bericht. Maar op Insta heet dat DM. Nou ja, in ieder geval via de mail, via de chat kun je gewoon iemand vragen. En maak zelf die afspraak van wat vind je belangrijk om in een pakket te doen. En
ja, dat je niet, sommige mensen vinden het gewoon moeilijk, van wat voor een cadeautje moet ik er dan bij doen. Nou, dan kan je gewoon met elkaar afspringen, dat doen we gewoon niet, we doen alleen de bolletjes ruilen. Want uiteindelijk gaat het om de wol natuurlijk, daar heb ik ook. Ik vind de verschillende wolletjes die je dan ineens in je voorraad krijgt, en heb ik al heel vaak ervaren, ook met die dekens, en denk ik, oh, wat breidt dit lekker, welk merk is dit? Ik heb bij alle swaps, bij alle bolletjes waarvan ik het wist, heb ik erbij gezet wat het is. Dat is niet verplicht, maar ik vond dat zelf altijd wel heel leuk. Want als je dan denkt, oh, wat een fijn bolletje is dit, welke is het? Dan kan je gericht gaan googlen of zoeken naar dat bolletje. Nou, nu hou ik wel op, want dan komt er nog een paar beeldjes achteraan. En dan hoop ik weer dat ik onder een uur blijf. Nou, bedankt voor het kijken en tot volgende week bij de weekvlog. Doei! Now we go.